Maar waarom moeten vrouwen altijd sexy en geil kijken? Dat is nou eenmaal, ja, weet ik ervan. Gewoon. Gewoon. Kunstenares Barbara Broekman vond dat niet zo gewoon. Ze vindt het chockerend dat de vrouw, ondanks de seksuele revolutie van de jaren 60, nog steeds als lustobject wordt gezien. Sinds 20 januari hangt haar werk Open Monden in het Deltion College in Zwolle. Zo brengt ze dit onderwerp naar een groep jongeren. Maar hoe kijken zij daar eigenlijk tegenaan? Welke chick is het geilst? Ja, hallo. Dan vraag je me wat, hè. Ja, ik vind die chickie in het midden vind ik wel mooi. Ja. Die chickie in het midden? Ja. Die 1, 2, 3, vijfde van rechtsonder. Vijfde van rechtsonder. Nee, gekke, die tanden dan. Nee, die moet eerst naar de tandarts. Dat kan niet. Ik denk dat absoluut een thema is wat goed is om aan te snijden. En ook het respect naar vrouwen toe laat zien wat de andere kant daarvan is en hoe je daarmee om moet gaan. Dat je het... Het is een bewustwordingsproces, denk ik. En zeker bij jongeren. Dat is niet alles maar accepteren wat ze zien op tv of om hen heen. Maar zien jullie vrouwen ook als lustobject? Nee. Ik heb wel respect voor vrouwen. En waarin uitzicht dat? Ja, gewoon. Met omgaan met vrouwen en zo. Want jij ziet vrouwen niet als lustobject? Niet bepaald. Gewoon als een normaal mens zie ik ze. Ze hoeven voor mij niet de hoer uit te hangen, zeg maar. Te sletterig, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Daar hou ik dus echt niet van. Als jij uitgaat, voel je jezelf dan ook een beetje een lustobject af en toe? Ja, eigenlijk wel. Als je langsloopt, dan voel je een knijp in je gat. Ja, vaak wel. Als je langsloopt, dan krijg je een keer kneep in je kont of zo. Dan denk je, oké. En vind jij dan dat vrouwen worden gezien als lustobject? Helpen ze zelf ook aan mee. Hoe dan? Nou ja, je kunt in een spijkerbroek uitgaan, maar je kunt ook in een rokje uitgaan waarbij net je kont er niet onderuit komt, zeg maar. Ik let ook wel op mijn kleding, zeg maar, als ik uitga. Niet dat ik denk van, nou, jongens kijken zo naar me en ja... Ja, ik weet niet. Het is, ja, ligt er ook aan welke jongens, hoor. Ja, je hebt ook wel lieve. Ja, je hebt ook wel lieve jongens. Hoor dat wat je allemaal doet? Ja. Nee, ik vind wel dat je gewoon vrouwen wel echt met respect moet behandelen. Dat doe ik zelf ook wel. Okay, want hoe doe jij dat dan? Jij knijpt niet in kont als je uitgaat. Nee, dat doe ik echt niet. Nee, dat vind ik... Nette jongen. Ja. Nee, ik zou bijvoorbeeld eerder met iemand gaan praten zoals ik iemand wel knap vind bijvoorbeeld. In plaats van gelijk aandacht zoeken met dat soort dingen. Vrouw het ook niet een beetje zelf gedaan van de seksuele revolutie en seks verkoopt natuurlijk voor tijdschriften, parfums? Ja, op zich ja. Maar ja, daar kunnen wij vrij weinig aan doen. Het is allemaal gebeurd voor ons. Dus. Ik vind dat mannen daar wat aan moeten doen. Dat, ja. Ja, ik bedoel, hun kunnen ook wel denken van het zijn vrouwen. Ik bedoel, ik vind man en vrouw zijn gelijk.